goedemiddag. We zijn hier bij het alweer 15e Dolders Poppodium, oftewel het derde Lustrum. En wij als organisatie van het Dolders Poppodium zijn heel erg verheugd dat we de hoofdact hebben, Hans Dulfer, om 7 uur. Maar we hebben afgetrapt met een big band en vanaf vanmiddag 1 uur tot 's avonds 11 uur zijn we hier live in Den Dolder. Het Dolders Poppodium is ontstaan eigenlijk zo'n 15 jaar geleden hier in de kroeg bij de Egelantier. Op een bierviltje dat we eigenlijk zeiden, er moet iets komen met muziek. En er moet iets komen met muziek en dat is ook gebeurd. En nou, we hebben 7 bands vanavond. We hebben hapje, drankje. Ja, het is live muziek hier voor Den Dolder. En wat ik al zeg, derde Lustrum, dus Hans Dulfer. Dat is onze grote uitklapper voor vanavond. Hij speelt van 7 tot 8:30. En voor de rest zijn het hoofdzakelijk bands uit Den Dolder. Die ooit begonnen zijn en die hier nog steeds spelen. Maar ook een paar bands van buiten Den Dolder. Onder andere nu één uit Austerlitz en dat is Pyramid. Ja, voor de rest wordt het heel gezellig hier in de Dolder. De weg wordt zometeen afgezet om 6 uur. Ja, dat wordt erg gezellig. En Den Dolder loopt er ook vooruit. We wachten nog even ook dat het dossier klaar is, het eerste elftal. En dan komen er nog meer toeschouwers hier. We verwachten zo'n ongeveer 1000 mensen. En het wordt gezellig in Den Dolder. Maar... Mama, cry it! Where should I try to walk with?